Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en vandaag heb ik een Clean With Me video. Deze video's vind ik zelf altijd heel inspirerend om naar te kijken. En ik hoop dat ook vandaag jullie heel veel inspiratie hieruit gaan halen om wat kamers in jullie huis schoon te gaan maken. Vind je deze video's nou ook wel heel erg leuk om naar te kijken? Geef deze video in ieder geval vast een duimpje omhoog. En mocht je nieuw zijn op dit kanaal, abonneer dan zodat je op de hoogte blijft van de video's die ik post. Vandaag had ik wel geteld 3 uur de tijd om zoveel mogelijk van mijn huis schoon te maken voordat ik mijn dochter moest ophalen vanuit school. Dus ik heb een timer voor mezelf gezet en ik begin gewoon per kamer om zoveel mogelijk te doen. Ik doe dat liefst altijd per kamer in plaats van een lijstje maken van de badkamer, de keuken en 1 slaapkamer. Want dan is zoveel mogelijk op 1 verdieping schoon en dat voelt voor mij veel rustgevender en werkt ook veel motiverender omdat je denkt 1 kamer is ook echt grondig schoon en dat geeft voor mij een veel rustgevender gevoel. Anders dan ik denk van ik zou hier eigenlijk ook nog dit en dat moeten doen. Als jullie gezien hebben, heb ik eerst mijn haarappenstaart gedaan en ben ik alvast begonnen met de vaatwasser uitruimen. Zodat deze straks weer gebruikt kon worden voor de spulletjes die ik in de vaatwasser eventueel wil schoonmaken. Het liefst doe ik ook het tupperware of alles wat een beetje nat blijft nog eventjes extra nadrogen, zodat ik zeker weet dat alles weer gewoon schoon is. Ik heb altijd gevoeld dat alles een beetje vies blijft. En dan ruim ik het natuurlijk ook gelijk op, zodat ook mijn aardig schoon is. Dan verzamel ik de was uit de badkamer beneden en doe ik ook gelijk eventjes de matjes meenemen naar boven, zodat deze in de wasmachine kunnen en deze vast kunnen draaien. Dan pak ik natuurlijk ook gelijk de spulletjes mee die nog in de badkamer boven liggen. De eerste kamer die ik ga tackelen, dat is dan de badkamer. Even alle rotzooi eruit trekken. Kinderen verzamelen namelijk graag lege shampooflesjes en zeepflesjes en dingetjes om mee te spelen in bad. Maar dat mag op een gegeven moment natuurlijk wel weg. En ze hebben een apart speelgoed, 1 zakje, waar ze hun waterspeelgoed in bewaren. En dat wil ik dus echt wel in de vaatwasser hebben om eventjes goed te reinigen. We beginnen natuurlijk met de tandenborstels afspoelen, zodat deze ook weer lekker schoon en fris zijn. En dan spreek ik de spiegel in met ruitreiniger, window cleaner van de Lidl. En dat haalt het ergste vet er al van af. En daarna doe ik het met schoonmaakazijn nog even nasprayen om te zorgen dat het echt ook helemaal streepeloos opdroogt. Good days, but good wasn't the only perspective of all the time.
Na doe ik natuurlijk de gootsteen eventjes afsprayen met kalkreiniger en deze goed schuren en schoonmaken. Ik werk natuurlijk altijd het liefste van boven naar beneden, zodat alle stof wat van boven afkomt beneden valt ook gelijk weer wordt schoongemaakt. Natuurlijk in deze video zullen jullie verschillende vaatdoekjes, theedoeken, handdoekjes, van alles nog wat voorbij zien komen, zelfs zeemlapjes. Ik doe ook heel vaak als ik met schoonmakerzijn iets heb nagesproken, zodat het extra steekloos en glimmend wordt, ook gewoon een keukenrolletje eroverheen om het extra droog te maken. Het badkamerkastje zelf doe ik gewoon met alles reiniger. Wel doe ik de metalen plaatjes eventjes met wat schoonmaakazijn naast sproeien, zodat ze echt streepeloos opdrogen. Dan is het de beurt aan ons bad. De kinderen zitten heel erg graag in bad, dus deze is ook echt wel met alle bruisballen en dingetjes toe aan de schoonmaakbeurtje. Ik doe eventjes de tegeltjes goed met kalkreiniger en een beetje schuurmiddel, zodat deze goed schoon geschuurd kan worden. En natuurlijk het bad. Ik vergeet natuurlijk ook niet de tegels na, want deze doe ik wel gewoon met alles reiniger. En doe ik ook eventjes langs het bad heen, want daar heb ik natuurlijk net kalkverwijderaar overheen geschropt. Dus het laat allemaal lekker los en is lekker schoon en fris. Laat ze ook natuurlijk altijd afdrogen, zodat er geen druppelvorming kan ontstaan. De kranen en de douche en het stoppetje van het bad doe ik eventjes met schoonmaakazijn op een doekje eventjes af. Zodat ik zeker weet dat deze ook niet zo snel meer aanslag krijgen. Er hoort natuurlijk ook een beetje decluttering bij, dus ik haal eventjes alle lege flesjes, die bijna leeg zijn, haal ik eventjes eruit. En wat terug kan in de kast, dat zetten we weer terug in de kast. Wij hebben een badkamer zonder raam, maar omdat die helemaal op zolder zit, maar wel een ballast, dus die neem ik natuurlijk ook eventjes mee. Er zijn van die dingetjes waar we bijvoorbeeld wel tegenaan leunen of tegenaan zijn als de kinderen in de bad staan. Dus het is wel fris dat even schoon te maken. En dan een klusje wat ik niet iedere keer als het badkamer gedaan wordt meenemen. En dat is namelijk de radiator. Ik heb hier echt een hekel aan. Want op een of andere manier krijg je het voor je gevoel nooit niet helemaal lekker fris en schoon. En moest je met allemaal riggeltjes en dingetjes. En ik vind het gewoon een beetje een gedoe. Je zal nog straks zien als ik de badkamer na stofzuig. Dat ik ook nog eventjes met de stofzuigerslang eventjes alles naloop op de radiator. Maar het moet gewoon af en toe wel even gebeuren om alles lekker schoon en fris te houden. Een tipje bij wat wij altijd eigenlijk doen als het wat winter of wat in ieder geval koude dagen wordt, is de pyjama's ook wel daarop klaarleggen, zodat ze tijdens dat de kinderen in bad zitten al lekker voorverwarmd worden. Dus ze lekker warme knusse pyjama's aan kunnen als ze naar het bad kunnen. Ook dit badkamerkastje wordt gewoon schoongemaakt met alles reinigen en natuurlijk een beetje schoonmaken zijn tegen strepen. Ook het douche wordt natuurlijk weer met de kalkreiniger gedaan en lekker ingeschuurd. Voor mij is het echt heel grappig om in deze douche te staan, want eigenlijk douchen wij hier zelf nooit. De kinderen douchen alleen boven en zitten eigenlijk ook alleen boven in bad. Heel af en toe ga ik zelf ook in bad. Maar over het algemeen kiezen wij voor douche. Wat kiezen jullie? Zijn jullie meer douchemensen of zijn jullie meer badmensen? Ik zet even een polletje in de video.
thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. OTC natuurlijk even een goede beurt geven, zodat hij ook weer lekker schoon en fris ruikt. Dit is eigenlijk wel iets wat ik bijna iedere dag wel even doe, zeker die boven met haar, vooral de kinderen naar de wc gaan. Eventjes gewoon even bleek het erheen en af en inderdaad gewoon een doekje. Nu was ik natuurlijk toch met een grote schoonmaak bezig, maar anders zou een detteldoekje ook prima zijn. Dat is natuurlijk ook eventjes het prullenbakje en de wc-borstelhouder en natuurlijk het stepje voor de kinderen. Zeker Brooke is dat echt nog wel nodig, anders komt ze 's nachts niet op de wc in de eentje. Dat is toch wel erg handig. Dan even alles met de stofzuiger naar de vloer, maar ook de radiator zo eventjes. Even alles weer lekker stofvrij maken voordat ik met de dweil erheen kan. Vergeet ook niet je deurposten en je deur en je deurklink mee te nemen. Zeker nu het griepseizoen er weer aankomt, is het heel verstandig om je deurklink en dat soort deuren en deurposten en dat soort dingetjes heel goed schoon te maken. Want daar blijft toch meestal bacteriën zitten die heel makkelijk overgedragen worden. Dus jonge kinderen maken hun handjes natuurlijk niet altijd even goed schoon. Badkamer doe je ook gewoon met alles reinigen schoonmaken. Eigenlijk is het nu al gewoon heel schoon. Dus het is puur gewoon voor het extra glimmertje. En dit is toch wel een heel fijn gevoel na al dat werk. Dat je een glimmende badkamer hebt die helemaal schoon en fris hebt. De tweede kamer die ik wil tackelen is de kamer van Brooke. Ik doe hier ook echt mijn joggingjasje uit, want het was veel te warm. Brooke heeft wel de kamer opgeruimd, zoals Logan het ook heeft gedaan, omdat ik had gezegd dat ik vandaag zou schoonmaken. Maar toch zie ik overal nog allerlei spulletjes liggen. Dat ik denk, ja, opgeruimd kan ik het niet noemen. Het is aan de kant geschoven. Maar goed, ze zijn nog maar 6 en 4, dus vooruit. Ze hebben hun best gedaan. Dus ik prop eigenlijk alles ook gewoon in haar lades. Ze heeft alleen in de inbouwkast haar kleding liggen. Voor de rest doen we gewoon overal het speelgoed eigenlijk in proppen. En dus dat heb ik een beetje zo neergezet dat het er fatsoenlijk uitziet, dat ik makkelijk kan schoonmaken. Dan ben ik met de stofzuiger alvast even alle vliegen uit haar raam gaan zuigen. Want zoals jullie in een weekvlog hebben kunnen zien, hebben wij heel veel last van vliegen. Zeker in de dakkapelletjes boven. En ja, het is ook wel heel erg vies. Dus ik ben ook heel erg bezig geweest met de ramen schoonmaken. Want ja, al die vliegen, die poepen daar natuurlijk ook. Dus ja, eventjes de raampjes openzetten. Even alle vliegen naar buiten. En eventjes goed de kozijntjes van de raampjes goed schoonmaken. Je ziet ook dat dit is een oud huis. Ik doe straks ook de ramen nogal wat hard dicht. Dat is omdat ik ze anders ook niet fatsoenlijk dicht krijg. Want het is een oud huis en het houdt wat werk nogal. Maar ik had wel echt wel een flinke schoonmaakbeurt nodig. De ramen doe ik dan ook eerst weer met window cleaner. En dan daarna weer met schoonmaakazijn. Om te zorgen dat het streep was goed droogt. En ja, deze raampjes moeten eigenlijk ook gewoon vervangen worden, want er staat water in. Maar ja, schrijf dat maar op dit lijstje met andere projecten die we nog moeten doen in dit huis. Zoals jullie misschien zien, doe ik niet de buitenkant van de ramen. Dat is omdat het vorige week gebeurd is. Toen kwam het schoonmaakbedrijf, die doet altijd de buitenkant van alle ramen. We hebben vrij hoog huis en vrij hoge ramen aan alle kanten zitten. Dus dat doen ze aan de buitenkant. Het kost 30 euro of zo. En dan hebben alle ramen aan de buitenkant een beurt gehad. Maar de binnenkant is wel voor mij, dus daarom moest ik het nog eventjes meenemen. Verder doe ik alles in de kamer eventjes af, even afstoffen. Echt niet al het speelgoed, maar wel de dingetjes die ze bijvoorbeeld op de kastje heeft staan, waarvan ik weet dat ze die heel vaak aanraakt. En natuurlijk gewoon even het kastje zelf, maar niet al het speelgoed. Dat is wel een heel groot project. Dan als laatste doe ik nog even Brooke haar kamer natuurlijk ook stofzuigen. Dit is de Philips PowerPro compact stofzuiger. Wij hebben namelijk ook nog een Dyson V10 stofzuiger. Maar deze stond boven. Dus deze heb ik nu even gepakt. En persoonlijk vind ik het ook fijn omdat je deze wat harder in de vloer kan duwen. Zodat het ook echt in het vloerkleed goed komt. Want ja, in de slaapkamers hebben wij vloerbedekking liggen.
De derde kamer die ik ga tackelen is Logan's kamer. Ook hier lagen er behoorlijk wat vliegen in de vensterbank. En moesten die raampjes ook echt weer lekker schoon en fris zijn. Hoe vaak doen jullie eigenlijk jullie ramen schoonmaken? Bij mij is het zomaar af en toe als ik echt zie dat het nodig is. Maar ik heb daar niet echt een planning voor. Doen jullie het één keer in de maand, één keer in twee weken? Hoe vaak doen jullie dat? Ik zet even een polletje weer. Toen verder moest Logan zijn kast nog uitgeplozen worden. Dit is echt zo'n kast van Ikea, ik geloof dat Billy dat hij heet. Die ik echt al jaren heb en hij gebruikt hem nu in zijn kamer. Er staat ook zijn vissenkom op en zijn Lego of Playmobil wat hij op dat moment wil uitstallen. Toen heeft echt wel de behoefte om heel veel dingen bij zich te houden. En hij kan heel moeilijk van dingen afscheid nemen en heel moeilijk dingen weggooien. Dus ik ging eventjes door zijn boekjes heen en door zijn papieren en zijn paparas en zijn knutselwerkjes wat er allemaal wegkomt. Hij heeft ook met zijn verjaardag een stapelbed gehad en ook hieronder heeft hij een tafeltje die hij helemaal vol kan proppen. Dan zie je ook dat hij onder zijn bed en onder zijn ene bank heeft hij al zijn wapens, zoals zijn light swords en dat soort dingen. Aan de andere kant ligt nog zijn racebaan. Maar onder zijn tafel doet hij dus heel veel dingen ook bewaren. Van papieren, van tekenspullen, noem het maar op. Dus ik probeerde altijd even doorheen te gaan. Ik kwam zelfs de afstandsbediening van mijn kaarsje beneden tegen. Dat ik dacht, ja, die moet toch echt wel weer mee terug naar beneden. Maar zo zie je maar weer, sommige kinderen hebben gewoon meer behoefte aan bepaalde dingen verzamelen. Want bij Burke vind ik dat soort dingen dus nooit terug. Ook even zijn zitzak weer geflufft, zodat hij daar weer lekker in kan zitten als hij een boekje wil lezen. Ik verhaal misschien over de knuffel die in zijn zitzak zit. Dat is nog de knuffel die ik heb gehad van mijn vader toen ik een klein meisje was. En hij heeft er nu de knuffel en hij hecht er heel veel waarde aan. Ondertussen heb ik ook eventjes de was uit de wasmachine in de droger gepropt. En alvast de theedoeken, handdoeken en vaatdoekjes die ik heb gebruikt alvast in de wasmachine, zodat hij straks ook lekker. I will stand by you forever. And I won't waste it. Vergeet dus nooit die trap en dat soort dingen mee te nemen, want het is echt wel een dingetje wat heel erg snel vies wordt. Zeker bij ons, omdat ze bij ons niet met de schoenen aan verder het huis mogen lopen als de hal, vind ik toch altijd heel veel stof op de trappen terug. Dus dit doe ik even stofzuigen. Dit is dus inderdaad met de Dyson V10. Dat is gewoon wat makkelijker als met zo'n snoer de trap af moeten, met zo'n zware Philips stofzuiger. En dan zit ik nog even na de wijze dat het mooi glimt. Ook dit doe ik gewoon met alles reinigen. Ik heb daar geen speciale hout schoonmaakmiddel voor. En de laatste kamer die ik vanochtend kon tacklen, dat was onze slaapkamer. Je ziet, is het echt een gigantische bende. Want ik had bij mezelf nog niet opgeruimd. Dus daar begin ik even mee. Even de spullen wegruimen die weg moeten. Die in de was kunnen of die gewoon eventjes gesorteerd moesten worden, op hun plekje horen te liggen. Onder ons bureau hebben we altijd een doos staan waar we eigenlijk alle paparazzen in gooien die we op het, ja, in ons kantoortje zeg maar niet meer nodig hebben of die weg kunnen. Zodat we ja, toch een soort van papierscheiding ook gelijk doen. Mijn idee was om ook hier de ramen te zemen en Pascal die had ook zijn trap al klaargezet zodat ik daar makkelijk bij kon. Maar daar ben ik niet naartoe gekomen, want de tijd vliegt echt voorbij. En ik had natuurlijk maar tot 11:45 voordat ik mijn dochter moest ophalen. Dus ik doe wel hier nog de vensterbank even goed schoonmaken. En natuurlijk weer de spiegel. Ook deze doe ik eigenlijk gewoon alleen maar met schoonmaken, want hier zit niet heel veel hardnekkig vuil op, alleen maar gewoon heel veel stof. En natuurlijk ook onze plankjes. Dit zijn de plankjes waar we eigenlijk dingetjes voor de kinderen neerzetten. Bijvoorbeeld die ze met moederdag maken, met vaderdag, met een verjaardag. Dat soort dingetjes. Ik vind het wel leuk om daar uit te stallen. Vooral omdat ze allemaal heel erg into knutselen zijn, is het leuk om het allemaal zo neer te zetten. En toen had ik eigenlijk nog maar vrij weinig tijd over. Dus in plaats van dat ik heel uitgebreid mijn ramen ging zemen, heb ik ervoor besloten om dan eventjes te stofzuigen hier zo. Wat niet op de film staat, maar wat wel op gaan. Dus ik heb wel even de kledingkast die achter staat, de zwarte kast, even afgedaan met een doekje. En toen heb ik even de stoelen uitgezogen, want dat was ook alweer een tijdje geleden. Niet dat we daar echt heel erg veel zitten of heel erg veel snacken of zo, maar het is altijd fijn als het eventjes schoon aan de kant is. En toen ging mijn wekker dat het 11:45 was en moest ik eigenlijk nog op gaan schieten
om heel snel naar school te gaan. Ik hoop dat jullie heel veel inspiratie uit deze video hebben gehad. En ook zelf lekker je huisje schoon aan de kant gaan maken voor het weekend. Succes! Tot in de volgende video.